Goedenavond. Welkom bij Kijk TV 10. Houd u zich vast op uw stoel, want we nemen u mee van ruimtevaart, via uw oren, dieren, algen naar autobanden. En we laten u het werk zien van een mislukte schilder die uiteindelijk door een geniale gedachte ervoor zorgde dat de Britten in de Eerste Wereldoorlog de Duitsers konden beetnemen. En een ander onderwerp. In de ruimte wordt binnenkort geproduceerd. Producten in pakjes moeten terug naar de aarde. En ik heb daarvoor een nieuw idee gelanceerd dat heet Ruimtepost. Zoals u weet is het vrijdag de 13e en u zult denken aan ongelukken. En vooral nu het gladde seizoen is begonnen, moeten wij meer aandacht gaan besteden aan onze autobanden. Bij zo'n eenvoudige autoband komt nog veel kijken. De onderlaag bestaat uit kunststof, daaroverheen een laag van geweven staal en dan weer kunststof voor de veerkracht. Aan weerszijden worden twee stalen ringen aangebracht ter versteviging van de band. Het rubber van het profiel wordt in de fabriek samengesteld. De natuurlijke rubbergrondstof wordt gemengd met oliën, kleurstoffen en chemicaliën. In een grote mixer worden de ingrediënten gemengd en gekneed. Er ontstaat een dikke, hete blubber die vele malen gewalst en gerold wordt om de luchtbellen en de harde deeltjes eruit te halen. Net zolang totdat een ononderbroken strip rubber tevoorschijn komt. De strips worden verwerkt tot een brede lap die wordt gesneden op precies de omtrek van één band. De rubber buitenkant van de band is nu klaar. Voor de onderlaag van de band worden kunststoffen gebruikt. Polyester, nylon of fiberglas wordt in een 100 meter lange machine gerekt en verhit. Daarna wordt het tegen een soepel kneedbaar soort rubber gedrukt en er als het ware doorheen geperst. Zo ontstaat een sterke en veerkrachtige basis. De stalen ringen voor de zijkant van de band krijgen eerst een beschermingslaagje van rubber en worden dan in bundels van 6 gesmeed tot één geheel. Er bestaat nog geen machine die een band in elkaar zet. Dat blijft voorlopig puur handwerk. De bandenbouwer maakt op een draaiende ton in enkele minuten een band. Hij begint vanaf de kern met de onderlaag van kunststof. Na een strip van geweven staal komt een laag van sterk, rekbaar fiberglas. Dan drukken twee persen de stalen banden rond de zijkant en kan de buitenkant van rubber eromheen. Het handwerk van de bandenbouwer is klaar. Het laatste deel van het productieproces wordt weer overgenomen door een machine. Een gigantisch wafelijzer drukt de band bij een temperatuur van 300 graden in elkaar. Zo krijgt hij zijn uiteindelijke vorm en profiel en kan door naar de controle. Er is heel wat materiaalonderzoek en design aan vooraf gegaan voordat dit product van de lopende band rolt. Als het eenmaal zover is, wordt iedere band uitvoerig getest. Bij het röntgenonderzoek worden verborgen zwakke plekken of interne foutjes op een scherm zichtbaar gemaakt. En dan het geluidsonderzoek, want tegenwoordig is lawaaioverlast ook een belangrijk punt in het verkeer. Vooral het rubber, als belangrijkste bestanddeel, wordt voortdurend getest. Een tractorband stelt nu eenmaal andere eisen aan het rubber dan een vliegtuigband. Maar ook ten behoeve van andere modellen en profielen. Profielen zijn er in veel variaties. Eigenlijk het visitekaartje van de diverse bandenfabrikanten. Maar natuurlijk stelt de conditie van de weg zijn eisen aan een band. Sneeuw, regen of zandgrond bepalen het profiel van de autoband. Maar ook de binnenkant kan verschillen. Deze doorsnede van een normale band laat zien dat de verschillende lagen kunststof en staal diagonaal ten opzichte van elkaar worden aangebracht. Bovendien zijn de lijnen van de kunststofonderlaag kruislinks gerangschikt. Dat levert een stugge, maar stevige band op. De radiaalband heeft verhoudingsgewijs meer kunststof dan staal. En de lijnen van de onderlaag lopen radiaal, dat wil zeggen van binnen naar buiten. Het gevolg is een veerkrachtige band die zich soepel vormt naar de obstakels in een wegdek. Extreme weersomstandigheden zijn ideaal voor het testen van banden. Bijvoorbeeld voor het profiel op een nat wegdek.
Wanneer het profiel is afgesleten en er veel water op de weg is, kan zich aquaplaning voordoen. Bij normale snelheid drukt de band het water weg. Bij hogere snelheden is daar geen tijd voor. Dan glijdt de band als het ware over het water en wordt de auto onbestuurbaar. Dit is een goed profiel op een natte weg. Eerst duwt de band het water naar voren en opzij. Omdat het water wordt afgevoerd tussen de sleuven van het profiel door, houdt de auto zijn grip op de weg. Een zaak van levensbelang. In het begin van de Eerste Wereldoorlog hebben Duitse onderzeeboten heel wat Britse vrachtschepen laten zinken. De Engelsen wilden daarom hun boten wel onzichtbaar maken. Maar dat kan natuurlijk niet. En voor camouflage zijn deze boten te groot. Het was een briljant idee van een eigenlijk mislukte schilder, Norman Wilkinson, om deze boten zo vreemd te beschilderen dat daarom onze ogen compleet worden misleid. Camouflage is zo oud als de mensheid. Met name onder oorlogsomstandigheden was goede camouflage van levensbelang. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormden schepen op volle zee een makkelijk doelwit voor aanvallen vanuit de lucht. Maar ook onder water dreigde gevaar. Met name de Duitse U-boten waren gevreesde tegenstanders. Zij waren uitgerust met snelle torpedo's die zelden hun doel misten. Vanaf januari 1917 werden gemiddeld per week 60 geallieerde schepen door Duitse onderzeeboten getorpedeerd. De schepen met hun grijs geschilderde romp staken haarscherp af tegen de lucht. Daarom werd naast gezocht naar goede camouflage. En die vond men door een schip zo te beschilderen dat het onherkenbaar werd. Het idee was afkomstig van Norman Wilkinson, een Engelse traditionele zeeschilder en illustrator. Zijn filosofie was dat je niet moest proberen om schepen onzichtbaar te maken, maar dat je hun vorm moest aantasten, om zo de onderzeebootofficieren in verwarring te brengen. Hij noemde het dazzle painting. De eerste ontwerpen waren heel simpel. Wilkinson schilderde een gezonken schip op de romp van een echt schip. Of het werkte, was een andere vraag. Daarna werden de patronen grilliger en bonter van kleur. De meest kenmerkende delen van het schip, zoals de boeg, de brug en de masten, werden gemaskeerd. Dit alles met hetzelfde doel, to dazzle, om verwarring te stichten. Dazzle painting werd ontwikkeld en uitgevoerd door kunstenaars. Zij maakten houten modelletjes en beschilderden ze met uiteenlopende patronen. Vervolgens werd zo'n model op een draaibare testbank uitgeprobeerd. Door er door een periscoop naar te kijken, kon men zien hoe effectief een ontwerp was. Het scheepje, dat onder alle weersomstandigheden de beste resultaten gaf, werd tenslotte uitgevoerd. Dat gebeurde in een ander kamertje, waar een aantal dames de kleuren aanbrachten op grote werktekeningen. Aanvankelijk maakten ze voor elk schip een ander ontwerp. Geen schip was aan beide zijden gelijk. De Duitse U-bootbemanningen moesten vooral niet wennen aan de patronen. Voor de U-bootcommandant. De koers die het vijandelijk schip voer, de grootte en de afstand. Een niet beschilderd schip leverde weinig problemen op. Grootte en afstand konden nauwkeurig worden bepaald en een voltreffer was het gevolg. Hetzelfde schip, maar dan met beschildering lijkt kleiner, dus verder weg. De U-bootcommandant mikt en mist. Hoe ver een torpedo ernaast kan zitten, blijkt uit het volgende voorbeeld. Dit is de onderzeeboot en dit is het schip en de geschatte koers die het vaart. De torpedo zal zo worden afgevuurd. Maar de schijn bedriegt. Het schip vaart een heel andere koers en gaat de andere kant op. De torpedo wordt afgevuurd, mist zijn doel op kilometers na.
Dazzle Painting is op grote schaal toegepast. In 1917 en 1918 zijn bijna 3000 Engelse schepen beschilderd. Maar ook Amerikaanse, Franse, Nederlandse en zelfs Russische schepen zijn met dazzle-patronen uitgerust. Of het echt werkte, daar had men zo zijn twijfels over. Maar het moreel van de bemanning ging er in elk geval aanzienlijk op vooruit. Na de oorlog ontstond er een ware dazzle-rage waar iedereen zijn steentje aan wilde bijdragen. Op 12 maart 1919 was er een Dazzle Ball in Londen. En zelfs de badpakken waren absoluut dazzling. Norman Wilkinson werd na de oorlog weer gewoon wat hij was. Een eenvoudige schilder en illustrator. Maar zijn naam blijft voor eeuwig verbonden met de meest originele camouflagevorm van de eeuw, Dazzle Painting. Vele zaken zijn ongelijk verdeeld over deze wereld. Zo ook voedsel. Terwijl je in één land overvloedige oogsten binnenhaalt, is er in een ander land geen eens eten te vinden. Wetenschappers houden zich bezig met dat probleem. En misschien zijn het wel algen die een oplossing bieden. Om aan voedsel te komen, hoeven wij ons niet al te zeer in te spannen. Integendeel, sommigen van ons kost het juist meer moeite om er van af te blijven. Maar dat is niet overal zo. In veel ontwikkelingslanden brengt 1 hectare grond maar een derde op van de hoeveelheid die wij ervan zouden oogsten. Ook al werkt men daar met 10 maal zoveel mankracht. Bovendien bevat hun graan te weinig eiwit en vitamine. Geld voor meststoffen is er niet. En maar al te vaak wordt het lot van vele mensen bezegeld door het mislukken van een oogst. Meer dan 3/4 van de wereld wacht op nieuwe voedselplanten. Een beter cultuurgewas dat sterker is en een hogere opbrengst geeft. Al het plantenleven is ooit begonnen in het water. Een goede reden om voor het vinden van nieuwe voedselbronnen eerst eens te kijken naar de oorsprong. Waar water is, zijn algen. Algen floreren in alle wateren van de wereld, zelfs in gletsjers en gijzers. Dit zijn ze, de graankorrels van de oceaan, microscopisch klein. Algen, een rijk gevarieerde pracht van broze structuren en lichtende tinten. Maar de onderzoeker ziet veel meer in deze micro-organismen. Algen zijn levensvormen met een uitzonderlijk aanpassingsvermogen. Ze groeien evengoed in ijskoud water als in water met een hoge temperatuur. Dat betekent dat overal ter wereld waar water is, het eventuele nieuwe voedsel, algen, geproduceerd kan worden. Algen zetten zich onder andere af op steen. Ze gedijen het beste op die kant van de steen die tegen de stroom in is gelegen. Algen groeien bijvoorbeeld op een smalle strook, vlak onder het wateroppervlak. Wat lager op de steen groeien 2 totaal andere soorten alg. In dit laboratorium bestudeert men het gedrag van algen om te zien welk soort alg onder bepaalde omstandigheden tot de beste voedselproducent kan uitgroeien. Van reageerbuis tot kweekproef in de kas. Stap voor stap wordt het doel bereikt. Massacultuur. Op groeiplaatsen die vroeger onbenut werden, omdat men dacht dat het onmogelijk was er voedsel te produceren. Teelt in de open lucht is al mogelijk en blijkt de moeite waard. Want algencellen zijn concentraties van hoogwaardige voedingsstoffen, eiwitten, mineralen en vitamines. Ook als voer voor dieren zijn algen heel geschikt gebleken. De voedingswaarde is te vergelijken met die van kippeneieren. De vissen in deze kwekerij in Midden-Amerika zijn er dol op. Deze algensoort gedijt met het grootste gemak in zoutwater met een zoutgehalte van maar liefst 25%. Mexicaanse biologen hebben deze soort met succes gekweekt op een plek waar vroeger zout werd gewonnen voor de industrie. En in dit kunstmatige meer vindt nu een explosieve algengroei plaats. Iets wat vroeger onmogelijk werd geacht. Een toverspiegel in het Mexicaanse hoogland. De concentratie is bepalend voor de kleur van het water.
Een zee van algen, van stralend groen tot diep blauw. Mogelijk vindt men binnen afzienbare tijd een antwoord op het voedselvraagstuk in de derde wereld door deze algen geschikt te maken voor menselijke consumptie. En wie weet, misschien liggen ze dan ook bij uw groenteman als een exotische groente die langzamerhand steeds meer ingeburgerd zal raken. Het is dan slechts een kwestie van tijd of we zijn er allemaal aan gewend. Algen, de snijboren van de toekomst. We weten allemaal dat post voor ons heel belangrijk is. Want telefoon of telegrafie, dat is niet voldoende. Je wil iets tastbaars. Je wil uiteindelijk een pakje krijgen, een cadeautje of een product ergens anders vandaan. Post heeft dus een hele belangrijke functie in de ontwikkeling. In de ontwikkeling van de economie bijvoorbeeld. We hebben dat vroeger gezien toen de postduif begon. En later zijn een heleboel ontwikkelingen om transport van post gaan draaien. Zoals de postkoets, de treinen en later de vliegtuigen. Post gaat ook een hele essentiële functie vervullen in de ruimte. Als wij namelijk een space station hebben, een ruimtestation, wat constant om die aarde heen draait, dan maken we daar allerlei producten. Producten zoals nieuwe kristallen, legeringen, biologisch materiaal. En al die producten zijn eigenlijk stuk voor stuk hele kleine pakjes. Die producten moeten terug naar de aarde toe. Daar moeten ze worden gebruikt en daar moeten ze worden onderzocht. Maar in een ruimtestation zou je moeten wachten op de shuttle. Maar de shuttle die komt pas over 3 maanden of over 4 maanden. Wat we nodig hebben is een nieuw concept. Het idee van post. Het idee waarmee we elke dag een pakje zouden kunnen versturen naar een plek ergens op de aarde. Ik heb dat idee genoemd ruimtepost. Tja, waar het bij ruimtepost dus om gaat, is het maken van een klein voertuigje wat een pakketje van een ruimtestation naar de aarde kan brengen. Een miniatuurshutteltje dus. Een voorbeeld daarvan zien we hier. Als de technologie nog verder gaat, dan kan het zelfs nog kleiner worden als het voorbeeld wat we hier zien. Maar hoe gaat het nou in zijn werk? De astronaut heeft een pakje klaar, een kristal of zoiets, en wil het naar de aarde sturen. Hij heeft een aantal van deze capsules aan boord van zijn ruimtestation en hij stopt het pakje in zo'n capsule. De deuren gaan dicht en vervolgens gaat de capsule, wordt naar buiten gebracht. Buiten het station krijgt hij een klein zetje, zodat hij langzaam maar zeker wegzweeft van het station. Ver genoeg om het veilig te maken dat hij zijn eigen kleine stuurraketjes gaat gebruiken. Met deze stuurraketjes gaat dan die capsule draaien, zodat de hoofdmotor in de richting gaat van zijn snelheid. Dan gaat deze hoofdmotor aan, eigenlijk maar heel eventjes. Want een klein beetje langzamer gaan is al genoeg voor de capsule om terug te vallen naar de dampkring van de aarde toe. Komt hij in de bovenste lagen van de dampkring terecht, dan treedt de wrijving op van de lucht. Dan wordt hij ook heel erg heet, net zoals de echte shuttle. En daarom is dit hitteschild aanwezig. Maar hij remt steeds verder af, totdat hij eigenlijk vlak bij de aarde al komt. En dan gaat deze parachute open. Die capsule zakt dan verder naar beneden aan de parachute. En op afstand kunnen we hem nu gaan besturen om uiteindelijk precies op die plek terecht te komen waar we hem willen hebben. Dat vogels kunnen fluiten, dat weten we allemaal. En dat ze op die manier met elkaar kunnen praten, dat weten we ook. Maar er zijn nog heel veel andere manieren waarop vogels elkaar dingen kunnen duidelijk maken. Zoals kleur, houding, stand. En daar gaan we nu eens naar kijken. Vogels spreken hun eigen taal. Een taal die niet voor mensenoren bestemd is. Wij kunnen alleen maar gissen waar ze het over hebben. De taal van de vogels is een complex geheel van zang en klank, signalen en gebaren. Door uit volle borst te zingen, prijst het mannetje zichzelf aan. Zo hoopt hij een vrouwtje aan te trekken. Dreigt er gevaar, dan treedt er een ingenieus alarmsysteem in werking. Het signaal gaat van snavel, tot iedereen weet waar de indringer zich bevindt. Sneller en effectiever kan het haast niet. Geluid is niet het enige communicatiemiddel waar vogels zich van bedienen. Ze kennen ook een gebarentaal. Zo gebruikt de Canadese gans de witte streep op haar kin om te imponeren. De dreiging die hiervan uitgaat is duidelijk. Vervolgens wordt het hoofd heen en weer geschud in een triomfantelijk gebaar. Soortgelijk gedrag treffen we aan bij de kokmeeuw.
Rivalen bedreigen elkaar door het hoofd laag te houden, zodat het masker wordt benadrukt. Om het vrouwtje te paaien, biedt het mannetje haar een vis aan. Niet iedereen is zo fortuinlijk om een vrouwtje te vinden. Deze stern kan zijn cadeau niet kwijt. En dan begint het paringsritueel. Twee futen maken elkaar het hof door hun hoofden heen en weer te schudden. Omdat dit gebaar tevens agressie uitdrukt, stoppen ze telkens even het hoofd tussen de veren. Vogels als de kemphaan houden het niet bij één partner. De mannetjes vechten om de gunsten van het vrouwtje. Zij laat de witte veren op haar achterste zien om de mannetjes te stimuleren. En die hebben aan een half woord genoeg. Als het vrouwtje vindt dat het lang genoeg geduurd heeft, hurkt ze neer en de copulatie vindt plaats. Waardoor een meerkoet een beetje oververhit raakt. En dan breekt de tijd aan om aan kroos te gaan denken. Het mannetje verzamelt takjes en het vrouwtje brengt het nest in gereedheid. De jongen van de waterhoen hebben geen witte, maar rode snaveltjes. Wit wekt namelijk agressie op. Bovendien stimuleert dat rood de ouders om driftig naar eten te zoeken. Ook het baardmannetje heeft het druk met fourageren. De constante roep om meer en de wit gespikkelde bekjes van de jongen sporen de ouders aan om nog meer wormen aan te dragen. Ook hier geldt het recht van de sterkste. Wie het hardst roept, krijgt het meest. Een bekende truc in de vogelwereld is de gebroken vleugeltruc. Door te doen alsof hij gewond is, lokt deze kluut de vijand weg van het nest. Een indrukwekkend schouwspel. Honderden spreeuwen samengesmeed in een weergaloze werveling. Pure perfectie in massacommunicatie. Onze oren hebben het zwaar te verduren, als ze goed functioneren tenminste. Wij kunnen ons niet voorstellen wat een dove hoort. Misschien lijkt het hierop. Voor ons onbegrijpelijk, omdat we voortdurend omgeven zijn met diverse soorten geluid. Bovendien kunnen wij onze oren nu eenmaal niet uitschakelen. Ons gehoororgaan bestaat uit de oorschelp, het middenoor en het binnenoor. In het middenoor vinden we het trommelvlies en de gehoorbeentjes. Hamer, aambeeld en stijgbeugel. Daarachter ligt het slakkenhuis, of cochlea in het Latijn, dat een verbinding heeft met de hersenen. Het opgevangen geluid brengt eerst trommelvlies en gehoorbeentjes in trilling en daarna een vloeistof in het slakkenhuis. Zo horen we geluid. De zenuwcellen aan het begin van het slakkenhuis vangen de hoge tonen, de cellen aan het eind de lage. Maar als de cellen beschadigd zijn, kan doofheid optreden. De medische wetenschap lijkt daar een antwoord op te hebben gevonden. Hierover dokter Leibrand. This method of treatment with implantation of a cochlear implant is designed for treatment of completely deaf patients. Patients who are completely deaf on both ears, who cannot hear anything, even with a very powerful hearing aid, who are living in complete silence. And with this implantation of the cochlear implant, it's possible to stimulate the acoustic nerve of those patients and give them some acoustic information again. Implantatie in de cochlea, het slakkenhuis, betekent dat een kleine ontvanger met elektroden wordt ingebouwd achter het oor. Op die manier kunnen de nog goede zenuwcellen geprikkeld worden door middel van elektroden. Een tamelijk unieke ingreep die in Nederland nog niet veel is uitgevoerd. In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht zijn inmiddels 9 patiënten behandeld. Dit is de eindsituatie. De ontvanger zit boven het oor. De elektroden zijn in de cochlea geschoven. Later komt op de huid een zendertje dat verbonden is met een spraakprocessor. Een klein kastje dat een microfoonsignaal vertaalt in een radiosignaal. Processor, zender en ontvanger zijn zeer compact gemaakt. De ontvanger en de elektroden van hoogwaardig materiaal om antireacties van het lichaam te voorkomen. Voordat de ontvanger en de elektroden worden ingebracht, bepaalt de chirurg eerst precies de plaats. De opening is gemaakt en de elektroden worden naar het binnenoor geleid. Een ervan is inmiddels aangebracht.
Ook de ontvanger ligt al op zijn plaats en is vastgezet. Voorzichtig wordt de elektrode in de cochlea geschoven. Een precisiewerkje dat alleen met behulp van een microscoop gedaan kan worden. Wanneer alles op zijn plaats zit, wordt de holte dichtgestopt met sneeuwschuim. Een absorberend soort kunststof. Maar hoe zit het nu met de resultaten? It's not possible to restore normal hearing. People can get new acoustic contact with the environment. They can pick up noises from the street, from crying baby. But they cannot understand speech. Cochlea implant. Voor sommigen een hoopvolle klank in de absolute stilte. De mens kan in korte tijd allerlei gebouwen neerzetten en kan ook steeds grotere fabriekscomplexen bouwen. Dit met gebruik van moderne materialen en kunststoffen. Maar dat houdt een risico in. Want als er brand uitbreekt, dan zullen allerlei chemische reacties deze branden feller maken en moeilijker te blussen. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen gebeurt het toch. De oorzaken uiteenlopend en onvoorspelbaar. Het gebruik van kunststoffen is in ieder geval een belangrijke boosdoener. Deze brand in São Paulo bijvoorbeeld verspreidde zich voornamelijk via de buitenkant van het hotel. Vanzelfsprekend vormt de chemische industrie een apart probleem voor de brandweer. Veel bedrijven hebben een eigen brandweer, die met behulp van de nieuwste apparatuur en blusmiddelen vooral een preventieve taak heeft. Wanneer het dan toch goed raak is, kun je niet veel doen. Omgeving nat houden en toekijken tot het uitgebrand is. Dit brandje ontstond tijdens een gasboring in de Amerikaanse staat Michigan. Immense vlammen en een helse hitte bemoeilijkten het werk. Een specialist bij olie- en gasbranden, de Amerikaan Red Adair, kwam te hulp. De gasleiding moest afgepeld worden tot één buis. Het gas werd teruggedrongen met behulp van modder. Bovenop de leiding zou men een nieuwe afsluiter plaatsen. Een permanent watergordijn hield mensen en apparatuur koel. Bovendien werd de omgeving vrijgemaakt. Allereerst moest de oude afsluiter vervangen worden. Daarvoor werden op het terrein twee reusachtige lieren geplaatst. Een kabel die om de afsluiter kwam te liggen werd voortdurend tussen de twee lieren heen en weer getrokken. Op die manier zou de afsluiter als het ware afgezaagd worden. Het afzagen duurde veel langer dan men vermoed had. Ondertussen werd de nieuwe afsluiter op het terrein in elkaar gezet en werd de speciale modder in zakken aangevoerd. Na 94 uur zagen breekt de afsluiter. Nu kan het afbellen van de leiding beginnen. Onder een speciaal afdak haalt het team van Adair de buitenste lagen van de leiding eraf. De pijp die overblijft wordt straks volgestort met modder, zodat het gas op geen enkele manier nog naar boven kan. Een hijskraan pelt de laatste schil in verband met de hitte. De nieuwe afsluiter kan geplaatst worden. Het werk van bijna 4 weken nadert zijn voltooiing. De modder wordt klaargemaakt en de leiding gecontroleerd. De spanning stijgt. Precies op het moment dat de afsluiter wordt dichtgezet, spuit de modder met volle kracht de diepte in. De opzet slaagt en het eerste dat opvalt is een diepe stilte. Een wel zeer speciale brandweerman heeft zijn taak volbracht. Hoewel er natuurlijk altijd mensen zijn die er net even anders over denken. Dit was Kijk TV 10. Tot volgende maand. Dan ziet u Kijk TV 11.